Hey iedereen, welkom bij een What I Eat in a Day in mijn tweede trimester van de zwangerschap. Dit is de real deal. Dus niet alles gaat heel gezond zijn, want ik heb cravings. En een van die cravings is Trésor. En namelijk deze met karamel. Die is zo enorm lekker. Ik eet echt zo'n doos op 3 dagen of zo. Wat niet goed is, I know. Maar het smaakt. Dus dit is mijn ontbijt. Trésor, een goed grote kom. En ik ga een kiwi in de helft snijden. En met een lepeltje uitlepelen. Dus om toch iets van fruit en vitamintjes te hebben 's ochtends. Yes. Dat is echt een van de dingen waar ik het meest naar uitkijk op de dag. Mijn ontbijt met Trésor. Dat is ondertussen al 3 weken zo. Ja, echt lekker. En mijn kiwietje natuurlijk. Het is ondertussen 1:15. Ik ben middag aan het maken en ik ben helemaal vergeten te filmen. Ik dacht net, oh, ik ben een What I Eat in a Day aan het filmen lab. Maar ik zal even... Oei, ben ik nu in die feta van Milky gaan staan? Ik zal even laten zien wat ik maak. Kijk, ik heb een slaatje gemaakt. Wat hierin zit is een halve komkommer. Een handjevol met kersttomaatjes. Dan heb ik, even denken, zo van die Griekse zwarte, dat zijn zo meer paarse olijven. Hier zat een pit in, dus ik heb die ontpit. Die zitten erin, ook een handjevol. Dan heb ik een klein beetje feta erover gekruimeld en een halve avocado zit erop. Hier heb ik 1 lepel, gewoon een soeplepel olijfolie opgedaan en 1 soeplepel rode wijnazijn. Of rode, hoe noemt dat eigenlijk? Wacht, dat is dit. Ja, rode wijnazijn opgedaan. Dan heb ik een thee, ook een soeplepel rode wijnazijn trouwens. Dan heb ik een theelepeltje gedroogde oregano kruiden erop gedaan. Peper, zout en een halve citroen. En dat is het voor de dressing op deze sla. En nu ga ik kip bakken. Ik heb kippenschnitzel. Er zijn er 3. Ik denk dat ik er 2 ga bakken. 1 voor nu, 1 voor morgen. En dan ga ik zelfs nog een beetje rijst maken. Voor de rijst ga ik deze gebruiken. Dat is zo 2 minuten rijst voor in de microgolf. Lekker easy. En deze heb ik eerlijk gezegd nog nooit genomen. Dus ik denk dat dat met ijspek en erwten is. Oh, ik zie dat precies wel niet. Maar oké. Ik ga dan een beetje losmaken. En dan zelfs 2 minuten in de microgolf. Maar ik wacht nog even, want ik bak de kip aan elke kant 7 minuten. Ik heb de kip in reepjes gesneden. En de rijst is in de micro. Oké, je ziet het niet, maar het zit erin. Tijd voor avondeten. Ik heb heel de dag bezig geweest. De boekhouder was hier. Ik denk dat ik mijn middageten niet meer in zijn geheel heb gefilmd. Ik ben niet zeker. Maar alleszins, het was een hele drukke dag. Dus ik heb echt geen zin om nog heel uitgebreid avondeten te maken. Dus ik ga het simpel houden. Ik ga tortellini maken. Dat zijn zo gevulde pasta's met vlees. Ja, ik weet wel dat je dat wilt. En dan ga ik even een hele snelle spaghetti saus maken. Klein beetje rund varken gehakt. Dat is dus gemixt gehakt. Niet te veel. Ik ga ze maar een beetje gebruiken, want hier zit al vlees in. Dan ga ik een ajuintje stoven, teentje look. Dit is oranje paprika die ik nog over had. En een klein stuk courgette dat ik over had, dus dat ga ik ook nog snijden. Dan ga ik daar een sausje van maken met deze passata.
tomatenpuree gewoon, dus super simpel. Ready. Super easy, super snel. Hoe lang heeft dat nu geduurd? Kwartiertje, nog niet denk ik. Ja. Smakelijk baby, pas op want het is warm. Dankjewel, smakelijk. Tijd voor een theetje, het is 7:45. Het is echt al zo donker buiten. Maar ik vind dat wel fijn. Dat is super gezellig. Maar nu drink ik mijn thee, Niels is aan het sporten en ik drink Winterzeitz. Het is van Theekannen, dus dat is een Duits merk. Deze heb ik ook online besteld. En dat is met appel, speculoos, kaneel en appelsien. En oh, dat is echt de beste thee. Ik vind die zo lekker. Dan denk ik zelfs dat ik nog fruitslaatje ga maken. Als Niels ook klaar is met zijn training in de garage. Maar ik ga even eens tv kijken nu. Laatste maaltijd van de dag. Ik heb kokos soja yoghurt met aardbei en druifjes. En Niels is terwijl voetbal aan het kijken. Als je dat hoort. Kijk eens. En ik ga denk ik op mijn laptop nog iets kijken. En terwijl we fruitjes eten. Ik ga hier ook deze video afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk om te zien wat ik in een dag eet. The real deal. Niet altijd even gezond zoals jullie konden zien, maar... Hallo. Ja, wat dan? Super lange wenkbrauw haar uitgetrokken. Niels heeft een super lange wenkbrauw haar uitgetrokken. On that note, eindigen we de video. Tot wel... Wat? Ik moet komen kijken. Tot de volgende keer iedereen.